Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Pim van Lommel. Welkom. Dankjewel. 80 jaar. Ja. En heel veel invloed over heel de wereld. Ja, ik heb nogal wat van de wereld gezien, ja. Ja, je hebt zeker veel van de wereld gezien. Je hebt een boek geschreven, Eindeloos Bewustzijn. 150.000 stuks verkocht in ruim, Nederland. Ja, ruim. Het is de 30ste druk nu. Ja, het was het eerste jaar na 10 maanden. We hadden het 100.000 exemplaren al verkocht. En dan ook 11 talen vertaald? De 11e komt eraan. Bulgaars. Maar het is Chinees en Russisch en bekende moderne talen ook allemaal. Ja, en jij bent cardioloog en jij bent een onderzoek gestart naar bijna doodervaringen. Klopt. Daar gaan we het over hebben. Ja. Jij zei je bent al in 50 podcasts de afgelopen jaar geweest. Twee jaar geweest. Het is een onderwerp, denk ik, die zo goed als iedereen fascineert. Steeds meer. Oh, mensen staan er meer open ja, voor. Ja, jonge generatie is meer open. Ja. Mijn generatie is er wat terughoudend in. Ik zei tegen mijn vader, die is 91. Ja. En ik heb me weken voor zitten bereiden en jouw stem in mijn oor. En ik was helemaal obsessed door wat iedereen, denk ik, die jouw boek leest, wordt zo gegrepen op wie ben ik nou als mens? Of wat zijn we als mens? Bewustzijn, waar we het ook over gaan hebben. En mijn vader zei, dat kan niet. Dat hebben ze ons wijsgemaakt, ook met het geloof. Wat kan niet? Een bijna doodervaring. Oh, dat kan niet. Nee. Ja, ja. Nee. Dus dat is wat jij zegt van jouw generatie. Hè? Mijn vader is 91, dus veel geslotener. En ik merk het inderdaad als ik tegen mijn leeftijd of jonger, dat mensen gelijk veel gefascineerder zijn van, wat is dat dan? Maar goed, laten we daarin duiken. Dus jij hebt een onderzoek gedaan vanuit jouw rol als cardioloog. Was je nieuwsgierig? Je kon mensen meer terugkrijgen, dus ook door de nieuwe ingrepen. Dus, de eerste keer dat ik het verhaal hoorde was in 1969. Toen begon ik net met mijn specialisatie. En ik werkte in een van de eerste hartbewakingsafdelingen in Nederland. Omdat moderne reanimatietechnieken waren mogelijk geworden. Dus de defibrillatie, de stroomstoot en uitwendige hartmassage was mogelijk geworden. En tot 1967... stierf iedereen aan een hartstilstand. Dus toen was het mogelijk om mensen terug te krijgen. En een van de eerste patiënten die we reanimeerden was succesvol. Een jonge man met een hartinfarct die een hartstilstand kreeg. Daar heb ik over 3 of 4 keer een shock gegeven. En hij kwam bij bewustzijn. En wij waren uitermate tevreden als reanimatieteam. Ik was de dienstdoende arts. Maar de patiënt was heel erg teleurgesteld. En hij was teleurgesteld? En hij vertelde over het licht en over kleuren, over landschap en over muziek. De term bijna doodervaring bestond helemaal nog niet. Het boek van Raymond Moody was pas in 1975. Wat ik trouwens ook niet heb gelezen toen in die tijd. Ik zei, ik ben het nooit vergeten. Ik heb er nooit wat mee gedaan. Ik had die maar hij was teleurgesteld dat hij weer leefde? Dat hij terug was. Ja, hij was teleurgesteld dat hij terug was. Maar in 1986 kreeg ik een boek van iemand over een bijna doodervaring van George Ritchie. Return from Tomorrow, terugkeer uit de dood. Ook een bekend boek daarover. Een heel bekend boek. Ja. Die als medisch student in 1943 een bijna doodervaring had omdat hij stierf aan een dubbele longontsteking. In die tijd waren er geen antibiotica voorraden voor medisch studenten, dus hij was dood. Zijn lichaam werd toegedekt met een laken. En een dienstdoende verpleegkundige was zo upset dat deze medisch student was gestorven, dat hij de arts wist overtuigen om een injectie van adrenaline rechtstreeks zijn hart te geven. Wat volstrekt ongebruikelijk was in die tijd. En na 9 minuten kwam hij weer bij bewustzijn. Dat is echt lang, hè? Toch? Dus 9 minuten is lang. Hij heeft een zeer intensieve en diepe bijna doodervaring gehad. Heel integreerd, zeer veel dingen uit deze ervaringen ook. Veel verderop, honderden mijlen verderop, was hij ergens op een plek wat hij later is gaan controleren. En dat klopte precies wat hij toen had gezien. En door dat boek was ik zo geïntegreerd dat ik in 86 ben gaan vragen aan mensen die succesvol waren gereanimeerd. Of ze zich iets konden herinneren van de periode van een hartstilstand. En in 2 jaar tijd heb ik bij 50 patiënten dat gevraagd. Die waren succesvol gereanimeerd en 12 vertelden hun bijna doodervaring aan mij. Maar het kon niet.
Ik had altijd geleerd op de universiteit dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Dus als je hart stilstaat, als je bewusteloos bent, als je geen ademhaling hebt, geen bloedcirculatie, als je in coma ligt, dan kan je geen bewustzijn ervaren. Laat staan een helderder bewustzijn dan ooit, met herinneringen, met emoties, met helder nadenken, met mogelijkheid van waarnemen. Dat kon niet. Dus het was voor mij de wetenschappelijke nieuwsgierigheid om te kijken of we iets konden verklaren naar de oorzaak en de inhoud van zo'n bijna doodervaring. Dus het begon met nieuwsgierigheid. Met nieuwsgierigheid, ja. Maar dat kon niet. Dat is ook uiteindelijk... Het kon niet. Het vak wetenschap hoort ook zo te zijn, hè? Ja. De nieuwsgierige mens. Ja. Maar het triggert natuurlijk ook de vraag... wat is bewustzijn? Of waar zit bewustzijn? Ja. En in jouw boek doe je daar een hele indringende zoektocht naar. En ik denk een soort in het collectief geheugen zit van dat weten we. Of er zijn mensen die weten waar ons bewustzijn zit. Maar jij pelt dat helemaal af van ja, wat weten we nu echt? Hm. Misschien kan je daar iets over vertellen van wat weten we nou? Wat is de staat van de kennis van de hersenen? Ja, nee, dat is de reden waar we dus een prospectieve studie hebben gestart. In 1988 bij in totaal 344 achtereenvolgende mensen die een hartstilstand hadden overleefd. Om te kijken of we verklaring konden vinden hoe het kan dat mensen zo'n paradoxaal optreden van een helder bewustzijn hebben terwijl het lichaam niet meer functioneert. En we weten uit ander onderzoek dat als je een hartstilstand hebt, dan ben je binnen enkele tellen bewusteloos. Je lichaamsreflexen zijn weg, een functie van de hersenschors. De hersenstamreflexen zijn weg, dus je kan een vinger aan iemand de keel steken zonder dat er iets gebeurt. De choroidale reflex, lichtstijve pupillen, zijn de klinische verschijnselen bij de mensen. Er zijn onderzoeken geweest bij een induced cardiac arrest, een opgewekte hartstilstand, bijvoorbeeld bij implantatie bij ICD's, inwendige defibrillatoren. En dat werd dan ook gedaan met een EEG-registratie. Maar dat is natuurlijk normaal vrij zeldzaam, want het is een acute situatie. Normaal bij een hartstilstand zou je dat doen, maar dit soort patiëntenstudies zijn geweest bij mensen waarbij ze de drempelmeting moesten doen na een implantatie van een inwendige defibrillator. Dus dan moet je een hartstilstand opwekken om te kijken hoe je dat apparaat moet instellen. En die mensen zijn meestal binnen 30 seconden gereanimeerd. Maar er werd ook dus de EEG bij geregistreerd. En dan zag je dat naar elke patiënt binnen 10 tot 20 seconden het EEG in rechte lijn toonde. Dus de elektroactiviteit van de hersenen was weg. Als je de bloedstroom naar de hersenen meet door de halsslagader, is die nul binnen 1 seconde. En bij dierenproeven hebben ze het ook gedaan. Dan zie je dat de diepere structuren van de hersenen ook uitvallen na 10 tot 20 seconden. Dus we weten dat er geen patiënt succesvol is gereanimeerd binnen 20 seconden. Dat duurt altijd een paar minuten, zelfs op de best georganiseerde hartbewakingsafdeling. En dat houdt dus in dus dat alle patiënten in onze studie moeten een totale uitval hebben gehad van de hersenen met een vlak EEG. En slechts 18% van de mensen vertelde een bijna doodervaring, 82% niet. Dus we gingen na, wat is nou het verschil tussen die twee groepen? Is er nou een reden waarom sommige mensen wel en de meeste het niet hebben? En de duur van de hartstilstand, of het nou 2 minuten of 8 minuten was, maakte niks uit. De duur van de bewusteloosheid, 5 minuten of 3 weken komen, maakte niks uit. Een gecompliceerde reanimatie met beademing en veel medicatie maakte niks uit. Hartstilstand in een katheterisatiekamer als je elektrofysiologische studies doet, mensen zijn snel gereanimeerd, maakte niks uit. Voorkennis dat je weet dat mogelijk is, dit soort ervaringen maakt er niks uit. Geslacht maakt er niks uit. Opleiding. Religie maakt niks uit. Of ze nou christen of atheïst maken of moslim maakt er niks uit. Dus we konden geen wetenschappelijke verklaring vinden waarom 18% wel en 82% niet zo'n ervaring melden. Maar we konden alle tot dat toe bekende oorzaken uitsluiten. Met name dachten de mensen dat het veroorzaakt werd door zuurstoftekort in de hersenen, maar alle patiënten in onze studie hadden zuurstoftekort in de hersenen en waren bewusteloos. 18% hadden zo'n ervaring. Het zijn ook geen hallucinaties, want je kan precies controleren wat ze hebben gezegd als ze uittreding hebben gehad. Dus we konden gewoon zeggen, we konden uitsluiten
dat er geen wetenschappelijke verklaring was waarom mensen het wel hebben. En dan misschien toch van wat, want daar zit, ik heb ook documentaire bijvoorbeeld gekeken van mensen die het vertelden. Maar ja. In jouw boek noem jij ook heel veel voorbeelden. Ja. En daar zit echt een, ja, een patroon in, laat ik het dan maar zo zeggen. In deze, want het is heel bijzonder wat ze dan zien. Ja, het zijn eigenlijk universele elementen die ze kunnen vertellen. Niet iedereen heeft alle elementen. Maar als je allereerst het beseft dood te zijn. Dus je hebt een hartstilstand, opeens besef je, hé, dit is dood. En je ziet je eigen lichaam daar liggen. Ja, dus je gaat echt uit je lichaam. Je gaat uit je lichaam. Boven je lichaam zie je daar een lichaam liggen waar ze mee bezig zijn. En dan besef je, hé, dat is mijn lichaam, maar ik ben hier. Of een auto-ongeluk, je ziet daar een wrak met iemand met allemaal bloed, weet ik wel. En dan zeg je, hé, dat lijkt mijn lichaam wel, maar ik voel me goed. En ik zie van boven precies wat er gebeurt. Dan kunnen de mensen in een donkere ruimte komen, wat soms angstig is. Dan zien ze een lichtpuntje waar ze naartoe getrokken worden, wat beschrijven we als een tunnel. En dan komen ze in een niet-werelds landschap. Prachtige kleuren, prachtige muziek, prachtige landschappen. Licht. Ja, waar ze een onvoorstelbaar licht ontmoeten. Duizend keer sterker dan de zon, maar ze kunnen erin kijken. Met een gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Toegang tot alle kennis die er ooit is geweest. Ze kunnen overleden dierbaren ontmoeten, mee communiceren. Soms mensen ontmoeten waarvan ze niet wisten dat ze dood waren. Ze kunnen een levensterugblik krijgen, dus je beleeft je hele leven opnieuw vanaf je geboorte. In combinatie met het bewustzijn van anderen. Het blijkt dat elke gedachte die je ooit hebt gehad is bewaard gebleven. Elke daad is ooit bewaard gebleven. Elk woord wat je ooit hebt gezegd is bewaard gebleven. Soms zijn ze toekomstbeelden. Je ziet toekomstige dingen die gaan gebeuren nog in je leven. Dan komen ze bij een grens. En vaak horen ze dan de woorden of van het wezen van licht of overleden dierbaren. Of gewoon alleen een stem. Het is je tijd nog niet, je moet terug. En dan komen we bewust terug in het lichaam wat ze vreselijk vinden. Want het is het lichaam met opnieuw de pijn van het verkeersongeluk, de pijn van het hart en vark. En dat zijn zo'n beetje alle universele elementen. Maar niet iedereen heeft alle elementen. Het is natuurlijk toch heel bijzonder, want dit komt heel dicht in de buurt, wat in allerlei religies zit. Ja. Wat eigenlijk Dante, misschien mijn top 3 lievelingsboeken. Ja, voor mij ook. Dus, ik heb vele uitgaven thuis. Ja, de Goddelijke Comedie van Dante. Het is eigenlijk het leest als één uitgebreide bij de doodervaring. Ja. Ja, ja. En hij heeft dit geschreven in... 14e eeuw, 16e eeuw, 15e eeuw, ja. Ja. Het is universeel. Ook Plato heeft een klassieke bijna doodervaring beschreven, de soldaat van Er. Dus en dit soort lichtervaringen of ervaringen van ruim bewustzijn zijn in alle culturen, aan alle religies al genoemd. Tibetaans boeddhisme, de Upanishads en de Vedas van de Hindoes, de Kabbalah, de Soefies, de antroposofie, oorspronkelijke bewoners van de aarde, allemaal hebben ze dit soort zelfde ervaringen. Zijn er ook de mystieke ervaringen in de middeleeuwen in Europa. Zijn allemaal dezelfde soort ervaringen. En dus jullie hebben dit onderzoek gedaan. Dat is ja, iets subjectiefs objectief maken? Of hoe? Ja, nou in principe is het een subjectief verhaal. Hè? Dus, en dat is een probleem voor de wetenschap. Want de huidige materialistische wetenschap gaat uit van... Je moet iets kunnen objectiveren, je moet iets kunnen meten, je moet iets kunnen bewijzen, je moet iets kunnen dupliceren, je moet iets kunnen falsificeren. Anders is het er niet. Maar wat je voelt en wat je bent, de essentie van wie je bent, je bewustzijn, is niet te bewijzen, niet te objectiveren, niet te meten, niet te reproduceren, niet te falsificeren. Dus het valt buiten ons huidige materialistische wetenschap. Maar dan hebben we wel... In ons onderzoek naast de prospectieve studie een lange termijn studie gedaan. Met getapte interviews na 2 jaar bij alle patiënten met een bijna doodervaring die nog in leven was. Met een gematchte controlegroep dat houdt in eenzelfde leeftijd, geslacht en tijdinterval. Bij mensen die ook een hartstilstand hadden overleefd zonder ervaring. En het interview nog een keer herhaald na 8 jaar. Om te kijken of de transformatie, de veranderingsprocessen die we kennen van een bijna doodervaring, het gevolg is van een
bijna doodervaring of het gevolg is van een hartstilstand. Ook dat was nooit prospectief onderzocht. En wat we vonden, dat alleen mensen met een bijna doodervaring de klassieke transformatie hadden. Dat houdt in geen angst meer voor de dood. Ze zijn voor overtuigd van de continuïteit van het bewustzijn. De dood is slechts het einde van het lichaam. Ten tweede, een nieuw levensinzicht. Het gaat om onvoorwaardelijke liefde en acceptatie en empathie. Allereerst naar jezelf, je eigen schaduwkanten, naar de ander en naar de natuur en de aarde. Ze voelen zich verbonden met iedereen en alles. Ze weten ook dat alles wat je de ander aandoet uiteindelijk terugkomt bij jezelf, in positieve en negatieve zin. En de derde is verhoogd intuïtieve gevoeligheid. Ze voelen opeens andere mensen aan, ze hebben toekomstbeelden. Ze krijgen informatie die ze niet willen weten. Ze zien dat iemand die zegt, God, hij gaat over 3 weken dood en hij sterft over 3 weken. Dus ze krijgen informatie, ze zien dat iemand kanker heeft, met andere ouders zijn overleden. Je ziet het en je wil het niet weten. Dus dat zijn de 3 aspecten. En het is dus het objectieve bewijs, die transformatie, met statistische significantie, van de subjectieve ervaring. Dus op die manier hebben we objectief kunnen aantonen dat die ervaring echt ingrijpende gevolgen heeft. En dat hebben we wel kunnen meten. En het is dus geaccepteerd ook binnen de wetenschappen, ook door de Lancet. Het is in de Lancet in 2001 gepubliceerd. Ja. Ik heb wel later gehoord van iemand die in de editorial board iemand kende, dat ze wel een discussie hebben gehad bij de Lancet, bij de editors, omdat ze zeiden, het onderzoek is prachtig uitgevoerd, het is wetenschappelijk uitgevoerd, maar het onderwerp is een beetje lastig. Ja. Maar ze hebben het toch gepubliceerd. Ja. En heimwee, hè? Dus dat ze ook heimwee blijven houden, 70% scheidingen. Ja, het probleem is, de inhoud van de ervaring is prachtig. Meestal, niet altijd, maar zeg maar 98% is een positieve ervaring. En als je dat over probeert te vertellen, in je enthousiasme tegen de arts, die luisteren niet, verpleegkundigen zijn wel wat beter, maar ook een heleboel hebben dat niks mee. Familie, vrienden, partner, die zeggen allemaal wat een onzin, het gaat wel weer over. Heb je een spuitje, heb je een tabletje, dan houden ze hun mond. En dus die ervaring, die overweldigende ervaring, die niet past in ons huidige wereldbeeld, wordt niet geaccepteerd door de omgeving. Dat maakt zo'n ervaring een spiritueel trauma. Met jarenlange depressie, heimweegevoelens en eenzaamheid. Tot ze toevallig een programma zien op de televisie, een boek lezen erover, iemand ontmoeten met een bijna doodervaring. En dan kunnen ze hun verhaal kwijt. Dan kunnen ze het beginnen met accepteren. En als ze het kunnen accepteren, kunnen ze het integreren in hun leven. Dat houdt in dat ze gaan leven naar de inzichten die ze hebben gekregen. Maar dat proces kan 20, 30, 40 jaar duren. Maar dan is jouw onderzoek zo belangrijk voor het geval. Ik heb mensen gesproken die 50 jaar lang over hun ervaring hebben gezwegen. En die dachten dat ze gek waren. En er zijn zelfs mensen in gesloten psychiatrische inrichtingen opgenomen, omdat ze maar bleven praten over hun ervaring. Dus het is een trauma. Het is helemaal geen lolletje om het te hebben. Terwijl de inhoud zo prachtig is. In onze maatschappij, materialistische maatschappij, wordt het niet zomaar geaccepteerd. Nou, ik vond het heel... Kijk, papier, dan moet ik het me verbeelden. Maar in die documentaire daar ook over was dan ook een meisje die volgens mij dat op 17, 18 jaar geschept werd. Dat is de documentaire, de Eindeloos Bewustzijn, de film. Ja, de film. Ja, dat is via mijn website gewoon gratis te downloaden. Ja, ja fantastisch. Ja. En dan komt ook die familie aan bod. Ja, en hoe zo'n broer dan eigenlijk vindt dat heel zijn leven ook verruineerd is, doordat zij daar aandacht allemaal voor heeft gevraagd. Dat zij ondankbaar is, dat ze eigenlijk weer terug wilde, want ze moest heel blij zijn dat ze weer leefde. En je voelt aan alles, ze past niet meer lekker, zeg maar. Ze zit niet meer goed hier op aarde. Ze wil naar een andere plek. Ja, dat is die heimwee. Ze hebben zoiets moois meegemaakt. Ze hebben zo'n transformatie door. Zij zocht het dan uiteindelijk in muziek. Ja. Waarmee ze haar ziel en zaligheid kwijt kon, zeg maar. En ze ging zingen bij begrafenis. Net zoals heel veel mensen met bijna doodervaring ook als vrijwilliger gaan werken in hospices en terminale zorg, palliatieve zorg. Omdat ze
vanuit hun inzicht dat, het niet dood, dat de dood niet het einde is, mensen echt kunnen bijstaan in hun stervensproces. Ja. Dat is de ene kant, dus negatief over gedacht wordt. Je zou ook kunnen denken, als je dit soort verhalen leest en het op aarde niet zo fijn hebt, ik kies daarvoor, het is mooier. Ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Ze weten dat je eigenlijk niet zelf mag bepalen het moment van overlijden. Dat overlijden moment ligt ergens al hoger vast. En die mag je niet beïnvloeden. Mag je niet beïnvloeden. De uitzondering is dat kinderen die op zeer jonge leeftijd een bijna doodervaring hebben gehad, bijvoorbeeld bij de geboorte, gecompenseerde geboorte of onder de leeftijd van 5 jaar, die hebben meestal geen herinneringen aan die ervaring. Maar hebben allemaal de transformatie verhoogd intuïtieve gevoeligheid. Ze zijn groeien anders op dan andere kinderen. Dat is hoofdstuk 5 in mijn boek. Ze zijn eenzaam. Ze zien andere kinderen spelen. Ze houden van de natuur, van zijn stilte. Ze kunnen niet tegen fel licht, niet tegen fel hard lawaai. En die kinderen kunnen bij de puberteit nog wel eens ernstig depressief worden of zelfs wat suïcidaal. Maar dat is alleen bij deze groep, omdat ze niet weten waarom ze die heimwee hebben, waarom ze zo gevoelig zijn en zichzelf niet begrijpen, dat ze nooit een ander wereldbeeld hebben gekend, maar de omgeving zien dat die anders is. Terwijl je als volwassene ben je opgegroeid met het materialistische wereldbeeld en dan heb je zo'n ervaring die er niet in past. Ik ken artsen met zo'n ervaring die zeiden, wat ik nu heb meegemaakt, heb ik altijd gezegd, is niet mogelijk. Het past niet in ons wereldbeeld. En dat betekent dat je daardoor ook die eenzaamheid hebt. Ja. Want toch even terugkomend op het geweldige boek van Dante. Ja. En de Goddelijke Komedie. Hij beschrijft daar natuurlijk de weg ook van de hel, de onderwereld. Eigenlijk ook via de Louteringsberg naar het licht, naar Beatrice. En in jouw boek zat een verhaal. En ik moest heel erg daar toen aan denken van een vrouw die een hele ingewikkelde hersenoperatie moest ondergaan. Eén arts durfde dat maar aan. Maar dan moest ze eigenlijk doodgemaakt worden voor een korte periode dat ze die operatie kon doen. En zij heeft 2 keer een doodervaring gehad. 1 niet gekozen. 1 heeft ze die tube doorgebeten. Oh ja. Dat staat in mijn eerste drukken nog. Later is het verhaal eruit gehad omdat die vrouw een eigen boek wilde uitgeven. Ja. Maar wat een verhaal. Ja, ja, ja. En ja, je hebt in hoeveel drukken zijn we verder? 30 drukken. Dus ik heb die nog gelezen. Maar het is daar was dus de eerste ervaring. Ja. Positief. Positief, het licht. En zij heel uitgebreid heeft zij het beschreven. Met heel veel details. Totdat ze bij die mist kwam, zoals zij dat beschreef, en een oom eigenlijk haar mee terugnam en haar een beetje toch wel dwingend terugduwde in dat lichaam. Zij kwam in dat lichaam vol met pijn, want dat was natuurlijk een hele heftige operatie. En toen is ze met haar laatste krachten die tube doorgeweten en toen kwam ze eigenlijk in de hel. Als je Dante zou moeten. Ja. Ik denk, jij wil daar niet aan, maar als we Dante moeten volgen, die geeft daar die naam dan toch een beetje aan. Nee, weet je, er zijn ervaringen in een angstige omgeving. En dat noemen we distressing en die dus angstige bij een doodervaring. Vaak is het angst. Sommige ervaringen doen een beetje denken aan de helle ervaringen van Dante. Ik noem het ook graag een incomplete bij een doodervaring, want ongeveer 15% van de mensen met een positieve bij een doodervaring komen in een donkere ruimte en vinden dat angstig en dan worden ze naar dat licht toegetrokken. Maar die mensen blijven in die donkere ruimte of gaan zelfs naar beneden. Elke ervaring die we hebben berust op onze staat van bewustzijn. De realiteit zoals je die hier om je heen ziet wordt bepaald door je eigen bewustzijn. Dus als je verliefd bent is de wereld prachtig. Als je depressief bent is dezelfde wereld een ramp. Dus je hebt een subjectief element die bepaalt hoe je de ervaring van de omgeving bepaalt. En dat geldt ook voor mensen met een bijna doodervaring. Als je net in een angstig aspect zit van je bewustzijn, elk mens heeft dat, dan kan je een angstige ervaring hebben. Maar het zijn normale mensen die ook een angstige ervaring kunnen hebben. Het is geen straf. Mensen uiteindelijk, als ze het is veel zwaarder om nog te verwerken, want het gaat gepaard met een schuldgevoel vaak. Uiteindelijk hebben ze ook een positieve transformatie, maar het is nog harder werken dan mensen met een positieve ervaring. Nou, dan in jouw boek gaat een heel deel over
omdat je daar natuurlijk automatisch bij komt, wat is dan bewustzijn? Ja. Want waar kunnen we de hersens opdelen, opsnijden? Kunnen we het ergens aanwijzen? Nou, daar, de wetenschap komt daar helemaal niet uit. Maar gedraagt zich alsof hij het wel weet. Dat is toch een beetje... Nou ja, er zijn twee dingen. We hebben geen definitie van bewustzijn. We kunnen het bewustzijn beschrijven. Alle aspecten. Ik heb ook in mijn boek nogal wat gedaan. Maar het is geen goede, vaste definitie. Het is veel te breed. Andere is de relatie tussen hersenen en bewustzijn. Wat is de relatie tussen hersenen en bewustzijn? Of zit het wel in de hersenen? Precies. En dat is dus de vraag. Dat is de nooit bewezen aanname in onze huidige maatschappij, in onze medische wereld, dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Nou, als je een zeer helder ervaring kan hebben met de mogelijkheid van waarnemen buiten en boven je lichaam, met helder nadenken, met emotie, met herinneringen tot aan de vroegste jeugd, veel meer herinneringen dan je ooit hebt gehad als je normaal wakker bent. Dat betekent dat de nooit bewezen aanname ter discussie moet worden gesteld. Want als het bewuste producten van de hersenen zou zijn, dan zouden bij de doodervaringen niet kunnen optreden. Dan moest het onmogelijk zijn, omdat we weten dat al die structuren in de hersenen die herinneringen ondersteunen, bewustzijn ondersteunen, die zijn uitgevallen. Dus je zou geen ervaringen verwachten bij die mensen. En toch hebben ze ze. En iets heel flauws, maar wat toch heel fascinerend is, hoe kan je nou zien als je geen ogen hebt, zeg maar? Ja, hoe kan je nou horen als je geen oren hebt? Nee. Ik noem het dus ook waarnemen. Ze zien niet, maar ze nemen waar. Vanuit de positie buiten boven het lichaam. Maar ze zien dan 360 graden. Ze zien details en overzicht tegelijkertijd. En wat later kan het ook gecontroleerd worden, wat ze vertellen. Dus er is ook recent een boek weer verschenen in het Engels. Dat komt oorspronkelijk van Nederlanders. The Self Does Not Die. En er zijn 128 gevallen van uitredingservaringen die zijn gecontroleerd door de chirurgen, cardiologen, artsen, verpleegkundigen, familie na te vragen over wat er exact op dat moment gebeurde en op welk moment. En dan blijkt dat alles te kloppen. 98% van die verhalen van uitredingen blijkt te kloppen. Want ze vertellen precies wat er gebeurde tijdens hartstilstand, tijdens een operatie. Ja, de muziek die gespeeld werd, wat voor instrumenten er lagen. Hoe de arts uitzag dat zijn instrument op de grond viel, dat de verpleegkundige en ding uit haar op de grond viel, een oorbel viel weer. Ze kunnen alles vertellen wat onmogelijk is. Dat betekent dat in mijn ogen, ik moest er ook eerst een wennend idee, want ik was opgevoed met het idee dat bewustzijn een product van hersenen is, dat de hersenen hebben geen producerende functie, maar een faciliterende functie. Dat houdt in, ze maken het ervaren van bewustzijn mogelijk. Dus de hersenen zijn een interface of een zend-ontvanger of een filter om een gedeelte van dat eindeloze bewustzijn te ontvangen. Een gedeelte van de herinneringen die overal zitten bevangen. En dat bewustzijn wat ze ervaren is dus buiten tijd en ruimte. En je kan een terugblik hebben van je leven met alles wat je hebt beleefd en ook soms toekomstbeelden. De hartstilstand duurt 5 minuten en je kan er een paar weken over praten omdat alles gelijktijdig gebeurt. Op het moment dat je aan iemand denkt, ben je daar. Zie je die, op het moment dat je aan een plek denkt, dan ben je daar. Dus het is bewustzijn buiten tijd en ruimte en alles is onderling verbonden. Maar ja, dat is natuurlijk, Einstein heeft ons een paar dingen gezegd. We kunnen niet sneller reizen dan het geluid en alles is tijd en ruimte. Dus dat is natuurlijk een heel moeilijk te begrijpen. Tot we de kwantumfysica hadden. De kwantumfysica, ik zeg altijd, het is in analogie met de theorie uit de kwantumfysica, dat je het begrip hebt in de kwantumfysica dat alles met elkaar samenhangt, buiten tijd en ruimte, alles instantaan verbonden is. Als hier een deeltje verandert, verandert het gelijktijdig daar. En dat is dus in superpositie en dat moet sneller. Dat is getrokken. En dat is dus al die bewezen. Het is allemaal bewezen. Nou, het wordt de proef van aspect en zo. En dus dat is één aspect van de kwantumfysica. Een ander aspect van de kwantumfysica is dat je
steeds meer overtuiging komt dat objectiviteit in de wetenschap niet bepaald bestaat. En ook kwantumfysici hebben dat gezegd. Het bewustzijn van de onderzoeker bepaalt het experiment en daarmee de uitslag van het experiment. Dus je kan, dat heet een dubbelspleet experiment met licht, je kan bewijzen dat licht zich gedraagt als golven. Je kan bewijzen dat licht zich gedraagt als deeltjes, beide zwaar, maar het sluit elkaar uit. Dus het bewustzijn van onderzoeker bepaalt de uitslag. Dat betekent dat er eigenlijk geen objectiviteit is in wetenschap. Nou, dat is nogal een drama, dat is nogal een inzicht. Drama voor een hoop mensen. Dus ja, het is zo dat inderdaad dus het bewustzijn in mijn ogen altijd buiten tijd en ruimte overal aanwezig is. En als we slapen is het ook aanwezig, maar we ervaren het niet. Als we een waakbewustzijn hebben, dan ontvangen we een gedeelte van dat bewustzijn. In ons waakbewustzijn. Maar het is altijd aanwezig. En ik vergelijk het wel dan, om het duidelijk te maken, met de cloud. Met 1 miljard websites en YouTube-films zijn op dit moment gaan door jou en door mij en door deze ruimte heen. Je hebt een functionerende computer nodig om het te ontvangen. En met een bepaalde code krijg je een bepaald gedeelte van die websites of YouTube-films. Maar de computer ontvangt het. Maar die produceert ze niet. De hersenen, als die functioneren, ontvangen gedeelte van het bewustzijn, maar produceren het niet. Dat is echt de vergelijking. Ik weet niet of jij dit boek kent, Thomas Hartog. Ik heb het Hartog? Niet helemaal gelezen. Nee, nou ja, in ieder geval mijn reis met Stephen Hawking. Ja. En eigenlijk beschrijft hij dat in het laatste deel van Hawking eigenlijk ook tot die conclusie komt. Ja. Van, terwijl hij is de man van de theory of everything. Ja. En dat hij ook ziet, je kan niet om de mens heen. Je kan eigenlijk niet om die transformator heen. Je kan niet om het bewustzijn heen. Ja. Alles wordt bepaald door het bewustzijn. Dat heeft Max Planck ook al gezegd. En meerdere mensen. Dus het bewustzijn in mijn ogen is fundamenteel. In het universum. Alles komt voor uit bewustzijn. Samen met informatie en energie. Dat zijn de drie grondbeginselen van het universum. Alles wat we zien en die fysieke wereld is een product voor ons bewustzijn. Ik bedoel, met een tafel kan je voorstellen dat het iemand heeft ontworpen en getimmerd. Maar ook ons lichaam is een product van ons bewustzijn. Ja, voor jou is dit logisch. Je hebt ongelooflijk veel kennis op dit gebied. Maar ik denk voor veel mensen toch best nog wel lastig te begrijpen. Ja. Want eigenlijk de pantheïsten die hangen dit ook aan. Hè? Dit schrijf jij ook. Van pantheïsme, het is meer ontologisch idealisme als je er een term aan moet geven. Maar dat doet hij niet zoveel toe. De terminologie probeer ik altijd een beetje te vermijden om het begrijpelijk te houden. Maar het is toch lastig. Als je dus denkt over bewustzijn en het heelal. Is er eerst bewustzijn, heeft bewustzijn het heelal gecreëerd. Ja. Is het dan dus een creator of is het dan een god? Die creator is dus het absolute hoogste bewustzijn. Het absolute hoogste bewustzijn noemen mensen god. Of Boeddha of Brahma of doet er niet toe hoe je het noemt. Maar het is het allerhoogste bewustzijn wat mogelijk is. Wat is op zijn Engels beyond imagination. En het is voorbij ons voorstellingsvermogen. En het is goed dat mensen het God noemen. Ik noem het liever het goddelijk bewustzijn of het allerhoogste bewustzijn wat mogelijk is. Daaruit komt alles voor. Heb ik het verkeerd gelezen? Of lees ik toch een beetje tussen de regels door? Hè? Want jij bent heel precies en super zorgvuldig en heel inspirerend ook. Kijk, maar we hebben ook black matter. Zwarte materie. En we hebben zwarte gaten. Wat we eigenlijk helemaal nog niks van begrijpen. 4% van het universum is bekend en 96% is zwarte materie en zwarte energie. Ik ben al 15 jaar is dit mijn hobby, dus ik vind dit zo. Nou, daar weet je er alles van. Om met jou hierover te praten. Dat is er alles. Maar dat is natuurlijk een heel intrigerend gegeven. En Hawkins komt daar eigenlijk ook op uit. Meerdere komen hierop uit van wat jij zegt, als er geen ruimte en tijd is en we weten niet hoe kunnen we nou heel die hoeveelheid van informatie opslaan, want dat zou helemaal niet kunnen met de hersens. Dat heb jij ook allemaal in je boek helemaal ondersteund met zelfs al zou je een beetje een computerdeskundige van
De informatie van een herinnering plus een geur plus een gevoel. Het is onmogelijk, weet je. Ja. Ook al hebben we nog zo... Zoveel bits per seconde heb je daarvoor nodig. Ja, ja. Nou, dat bestaat dus niet. Dus er moet iets anders zijn. En dan komt de hologram, komt dan toch naar voren. Ja, en iets van... gecombineerd met die verhalen, maar ik space misschien nu te ver door. Maar dat wij met z'n allen, zeg maar, misschien die 95% Black Matter zijn. Dat het bewustzijn, dat ons bewustzijn, dat met elkaar zijn wij dat bewustzijn. Ik ga dat niet identiek zetten. Nee, ik denk dat zwarte materie en zwarte energie is wat anders dan bewustzijn. Het enige wat je kan zeggen, het is onbekend en we kunnen er met de huidige wetenschap niet bij. Dat geldt ook voor de oorsprong van bewustzijn. Dat kunnen we niet bewijzen en niet meten. Maar we kunnen het wel beredeneren. En dan kom je ook tot integreren als je zegt dat je hersenen een interfacefunctie hebben. Maar ook als je hele lichaam een interfacefunctie hebben. En zelfs elk orgaan een interfacefunctie heeft. En elk cel een interfacefunctie heeft. En dan komen we uit bij DNA. En het DNA is 6% bekend. Eiwit producerend en 94% heet junk DNA. En de junk DNA, dat verandert ook voortdurend qua genen die aan en uitgaan. Dat is epigenetica. Informatie van buitenaf wordt erin opgeslagen. Allemaal vormen van energie, maar ook van vormen van bewustzijn, morfogenetisch bewustzijn, komt eraan in die cel. Als de bevruchte eicel met een spermatozoon bij elkaar komt, daar vier celdelingen gaan de cellen zich verschillende ontwikkelen. Dus het worden een huidcel, een hersencel, een hartcel. En ook, noem maar op, zenuwcel. Maar de structuur van het DNA is in elke cel van je lichaam hetzelfde. Maar de functie verschilt. En die functie verschilt op basis van informatie van buitenaf. En dat is ook aangetoond. Dus de informatie is aanwezig. Dat is informatie, dat is bewustzijn, dat is energie. En dat komt in elke cel van ons lichaam van buitenaf binnen. Maar dan hebben we ook nog dat we iedere keer een soort kopie zijn van onszelf. He, want iedere keer sterft die cel ook, he, dus, en dat DNA, ja, en hij wordt weer opnieuw gemaakt. Ja. En toch blijft het bij elkaar. Er zijn 500.000 cellen per seconde sterven in je lichaam, maar een paar miljard cellen per dag. En worden vervangen. Dus het geheel blijft functioneren, maar de onderdelen worden steeds vervangen. En als je het moleculair en atomair niveau bekijkt, is het een kwestie van seconden of minuten dat alles wordt vervangen. Dus onze bouwstenen vervallen en worden vervangen, maar de functie als geheel van ons lichaam blijft hetzelfde. Maar de essentie van ons lichaam, van ons wezen als persoon, is niet ons lichaam. Ik bedoel, als je jezelf ziet als kind, als je nu zelf in de spiegel kijkt, dan zie je nog wel een beetje hetzelfde. Maar de essentie als persoonlijkheid is wat anders. Dat evolueert ook. Maar dat is eeuwig, eindeloos. Dat blijft altijd bestaan. Maar dat lichaam uiteindelijk gaat wel vervallen. Dus is dat bewustzijn er al dus voor dat die eicel en die spermacel bij elkaar komen? Ja, de bewustzijn is er voor de geboorte en na de dood. Er zijn zelfs jonge kinderen die heel helderziend zijn, die vertellen dat ze voor de geboorte hun ouders hebben uitgekozen. Ja, dat is een bekend iets. Ze hebben gewoon gekozen. Ja. En ja, ik kan er niet bij, maar het schijnt zo te zijn. Ja, maar dan kom je natuurlijk toch ook op, ja, er zijn ook films over, maar een harttransplantatie of een lichaamsdeel van iemand anders. Ja. Ja, heb je dan een deel van iemand bewustzijn in je? Nou ja, je hebt het niet in je, maar laten we zo zeggen, als je een orgaantransplantatie ondergaat, dan krijg je een levend orgaan. De wet spreekt over een hersendood is dood, en dan mag je organen eruit halen, maar het is het begin van een stervensfase. Bij een hersendode patiënt is 3% hersenonherstelbaar beschadigd en 97% is levend en wordt levend gehouden. Er worden levende organen getransplanteerd in een andermans lichaam. Maar die heeft nog steeds de interfacefunctie met het bewustzijn van overleden donor. Dus er is een boek, Change of Heart. Maar ook in mijn boek citeer ik iets van 10 kinderen
met een met name hart- en hartloontransplantaties die dingen wisten over hun donor die je niet kan weten. En in Amerika kan je na 5 jaar weten wie je donor is, de rest van de wereld niet, ook in Nederland niet. Dus je kan er ook geen onderzoek naar doen in Nederland. Maar dan blijkt dat de karakterveranderingen die mensen ervaren pas bij het karakter van de overleden donor. Dus ze hebben zeg maar de interfacefunctie in het orgaan meegekregen. Dus er is nog steeds een band. Met dat bewustzijn. Dus, daar moet je niet aan denken, zeg ik altijd. Nee. Een ander verhaal ook van iemand met een buitendoodervaring die dus niet wist wie zijn echte biologische vader was. En meer van dit soort verhalen, van wist niet dat er nog een broertje was die jong gestorven is, of die dan in zo'n bijna doodervaring verschijnen. Ja, ja, dit is het bekende verhaal. Dat is het verhaal van een man die had een hartstilstand en die zag zijn overleden grootmoeder. En hij zag een man die hij niet kende, maar die hem liefdevol aankeek. En 10 jaar later bij het sterfbed van zijn moeder kreeg hij van haar te horen dat hij gestorven uit een buitenechtelijke relatie. En zijn biologische vader was een Joodse man die was vervoerd naar Duitsland en vermoord. En ze liet een foto zien. En dat was de man die 10 jaar eerder in zijn, bij de doodervaring had gezien, bleek zijn biologische vader te zijn. Ja, daar krijg je altijd de koude rillingen van. Ja, heel bijzonder. Ja. Maar je komt natuurlijk ook bij de ethische vraag, of toch, hè, abortus, ja of nee? Ja, het is in principe een vrije keus, zeg ik altijd. Er zijn consequenties aan de abortus, ja of nee. En ik heb daar geen oordeel over. Ik kan me zo voorstellen dat vrouwen ongewenst zwanger zijn en dat ze die zwangerschap niet willen uitdragen en dat ze daar een keuze op maken. Ik weet ook dat er vrouwen zijn geweest die een abortus hebben gehad, of spontaan of opgewekte abortus, die later contact hebben met het bewustzijn van de overleden foetus. En dat is vaak een liefdevolle relatie en die zegt dan, het was mijn bedoeling dat ik maar heel even in jouw lichaam was en daarna moest ik weer door. Ja, ik vertel maar wat de mensen vertellen. Ja. Dus het heeft ook, dat heeft weer een betekenis en ik geef er geen veroordeling aan. Nee, dat is ook zo prachtig aan jou, Pim. Een onderdeel ook in jouw boek gaat het over middelen zoals ayahuasca, DMT. Wat heb je? Psychedelics. LSD, ja. Ayahuasca, die methyltryptamine en psilocybine, dus paddenstoelen. Ja. Ja, dat dus buiten doodervaringen, zeg jij, er zijn nog mensen die krijgen een spontane. Dus dat wil zeggen, bijna doodervaring kan je hebben bij levensbedreigende situaties. Dat is bij jonge vrouwen, bij ernstig bloedverlies, bij een gecompliceerde bevalling. Bij een hartstilstand, bij de verdrinking bij kinderen, bij een verkeersongeluk of hersenbloeding met coma dus. Maar je kan het ook onder andere omstandigheden krijgen in de sterfbedfase, dat heet het levenseindervaringen. Je kan het hebben bij een doodsangstervaring. Je rijdt in een tweebaansweg en er komt opeens een vrachtauto, die passeert, komt op je af, dan denk je dit is het einde. Of ongeluk in de bergsport en dan uiteindelijk kom je er levend vanaf en heb je wel ook zo'n ervaring gehad. Maar je kan het ook hebben bij meditatie, isolatie en of zo'n wandeling in de natuur. Kan het ook, Dus bij dit soort verruimende... Vaak zijn het toch andere ervaringen, laten we zo zeggen. Het is, ja, jij vindt dat hallucinaties meer, hè? Het zijn meer hallucinaties, vaak ook angstervaringen. Je moet er voor oppassen, het is niet onschuldig. Met name mensen die psychisch labiel zijn, kunnen er heel ernstige gevolgen van hebben. Afhankelijk van de dosering, van de begeleiding, van de muziek en enzovoort, kunnen sommige mensen een ervaring van een verruimd bewustzijn hebben. Ook bij ayahuasca. Maar meestal zijn het angstige of hallucinatoire ervaringen. Als je echt een transformatie hebt, dat betekent dat je een ander inzicht in leven en dood hebt gekregen, dan heb je een ervaring van verruimd bewustzijn gehad. Maar dat gaat nooit gepaard met het ontmoeten van overleden dierbaren. Nooit een uitredingservaring. Nooit een levensterugblik. Maar wel een verruimd bewustzijn. En
Dus het kan optreden. En er zijn dus hersenonderzoeken geweest bij het gebruik van psilocybine of LSD of ayahuasca. En dan zie je dus tijdens zo'n ervaring zie je verminderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen. Dus niet vermeerderd, maar verminderd. Net als bij de doodervaring. Vermeerderd bewustzijn bij niet functionerende hersenen. Dus dat klopt met het concept dat als een gedeelte van de hersenen minder actief zijn, dat dan de verbinding tussen je lichaam en het bewustzijn losser wordt en je dat dit soort ervaringen kan hebben. Ja, en dat die transformator, zeg maar, het lichaam ook minder actief dus interfereert. Ja. Dat is bij meditatie als... Ook. Ja, en ook in meditatie verander je ook, dus dat heet neuroplasticiteit, je verandert dus de hersenfuncties. En mensen, die Tibetaanse monniken die 40 jaar mediteren, hebben heel verhoogde gamma-activiteit in de hersenen. Maar als jij en ik 6 weken gaan mediteren, zie je tijdens je meditatie ook een verandering in de hersenen. Dus je hersenfunctie verandert door meditatie. Maar dat betekent niet dat je verruimd bewustzijn hoeft te hebben. Daar mag je ook nooit naar streven, zeg ik altijd bij meditatie, maar het kan wel gebeuren. Kundalini-ervaringen of vooruit bewuste ervaringen bij meditatie. En dat geeft weer de bekende transformatie. Ik ken het verhaal van Marjorie Woodcott. Dat was een neurowetenschapper die op advies... Ik ga nog eens een keer mediteren. De eerste, de beste keer dat ze deed, ging ze uit haar lichaam. En heeft haar hele leven op zijn kop gezet. Heeft een boek erover geschreven. En als neurowetenschapper moest ze de mond houden bij de collega's. En nu is ze heel actief met postmaterialistische wetenschap. En dat is een fantastisch mens. Je verandert daardoor ook als je echt zo'n verruimde ervaring hebt gehad. Ik stuurde naar jou ook een podcast door van Lex Freeman met Donald Hoffman. Dat ken ik. Misschien dacht ik je nog te kunnen verrassen. Maar in ieder geval, hij is ook vanaf de jaren 80 bezig van er is geen ruimte en tijd. Nee. En hij zegt, er zijn... Dat is er wel, maar dat ervaren we in de wereld. Ja, dat worden... In de fysieke wereld. Ja, in de fysieke wereld. Dus door die transformator ervaren we dat lineaire tijd en tijd en verleden en nu en toekomst. Maar dat is eigenlijk door die transformator wat we zijn, het lichaam is. Maar hij zegt, er zijn twee fundamentals. En hij zegt, er is bewustzijn en liefde. Ja. En dat vond ik heel mooi, omdat dat eigenlijk ook in heel jouw boek komt terug. Ja. Dat ervaren van liefde, niet te beschrijven op aardse manier, zeg maar. Dat is een diepe ontmoeting met wat liefde is. Ja, ten eerste is het zo, daar doodervaring zijn geen woorden voor. Je zoekt naar woorden uit je eigen achtergrond en religie. En cultuur, dus kinderen zullen het anders worden dan nog volwassenen. Maar de essentie van zo'n ervaring is dat onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. En ook contact met onvoorstelbare wijsheid en inzicht. En als ze terug zijn in hun lichaam, zeggen ze, ik wist toen alles, ik heb begrepen kwantumfysica, nou begrijp ik er niks meer van. Maar dus in die paar minuten, maar de liefde blijft bestaan. En dus als ik praat over verruimd bewustzijn, dat fundamenteel bewustzijn, dat is de bron van liefde. Dat is eigenlijk identiek. En hij beschrijft dus ook, Donald Hoffman, dat de bewustzijn fundamenteel is in het universum. Alles voortkomt uit bewustzijn. En de wereld zoals we die hier zien, een construct is van ons bewustzijn. Het is een construct. In die andere dimensie bestaat geen tijd en geen afstand. Dus ik ben het met hem eens. Ja, maar er zijn dus... Hij verwoordt het alleen heel moeilijk, vind ik. Zijn woordkeuze is lastig. Nou, ik heb zijn podcast, denk ik, 3 keer beluisterd. Ja. Jij praat er met veel meer gemak over. Ja. Hij heeft moeite om de woorden te vinden. Ja. Hij zegt dat hij 20 jaar mediteert in de hoop. Hij mediteert 4 uur per dag. Ik dacht zelfs 2 uur, maar 4 uur, het kan ook. Ja, dat... Maar ik zeg altijd, het doel van meditatie moet niet zijn verruimd bewustzijn. Het doel van meditatie moet zijn innerlijke rust en vrede en liefde. En wat er gebeurt is allemaal goed. En sommige mensen krijgen een verruimd bewustzijn, anderen niet. En dat is ook goed. Je mag het niet als... Maar jouw wijsheid op 80-jarige leeftijd misschien altijd gehad. Wat ik zei is een bron van inspiratie. Ja. Toch nog heel even naar dat gegeven van... Waar Hawking ook op uitkomt. Hè, wat bij jou een mogelijkheid zou zijn. Dus die transformator die dat lichaam dan is... Dus we zien een hologram.
hoe die blijf ik, en dat zegt dus die Donald Hoffman bijvoorbeeld ook, maar er zijn er meerdere die jij allemaal aanhaalt. Hoe moet ik me voorstellen dat dit een hologram is? Een hologram is per definitie iets, zeg maar, een tweedimensionaal beeld. Beeld een driedimensionele wereld uit. En een driedimensionaal hologram beeld een vierdimensionele wereld uit. Dat betekent buiten tijd en ruimte. Dus dat is het principe van een hologram. Dus je ziet nooit, als je dat beeld ziet, in die hogere dimensie. Maar de hogere dimensie is wel de oorzaak van wat je ziet. Mag ik het zo simpel uitleggen? Ja, ik vind het heel super goed samengevat. Kijk, kijk eens wat ik hier allemaal heb. Ja, en de vraag is zelfs of in de kwantumfysica een hologram nog telt of niet. Er zijn wetenschappers die zeggen het telt en andere wetenschappers, ik weet het niet. Nee, dus, maar ik vind het wel inspirerend hoe ze in ieder geval wel veel meer openstaan. Voor... Sommigen. Ja, tuurlijk. Maar... Niet de meerderheid. Nee, maar er zijn natuurlijk tegenwoordig ook veel meer podcasts. Hè? Ja. En, dus er is veel meer toch wel een nieuwsgierigheid, denk ik ook, naar van wat zou dat kunnen zijn. Gelukkig. Ja, en dan, ik bedoel, je hebt kwantummechanica en dan daarbinnen heb je weer de stringtheorie. Nou, Edward Witten ben ik heel erg fan van. Die is daar natuurlijk long time mee bezig. En dan heb je de brain theory, dus membraantheorie en string theory. Het zijn allemaal theoretische modellen. Ja, maar men weet niet wat het is. Jij probeert het ook te vangen in je boek, dus neem ons mee. Ja, maar ik weet daar veel te weinig van. Het is een model waarmee ze verder proberen te komen. Met name de interactie tussen kwantumfysica en zwaartekracht proberen ze daarmee te vinden. En dat is tot nu toe niet gelukt. Nee. Mag ik het zo samenvatten? Ja, maar er zijn hele knappe koppen die er heel veel van af weten. Ja, nee eens. Maar het zou een hint kunnen zijn van misschien... Ik weet het niet. Oké, okay, er zou ook niet. Gewoon nog een heel... Ja, misschien heeft dat niks mee te maken met bewustzijn. Bewustzijn is in principe ook een golffunctie. Dat is een... Of een golf zonder snelheid en zonder uitslag. Maakt het wat ingewikkelder. Maar het is geen structuur. Het is een golf. Net als materie zoals we het hier kennen. Als je een atoom bekijkt, dat is 99,99% leegte. Dit is ook leegte. En die leegte is gevuld met informatie, energie en bewustzijn. En dat geldt ook voor ons lichaam, dat geldt ook voor het universum. Het is allemaal leegte. Allemaal leegte. Maar dat is gevuld met informatie. En de materie is dus uiteindelijk, als je naar het kleinste deeltje gaat, blijft er niks over behalve golven. En potenties. De waarschijnlijkheidsgolf. Maar er ligt niks vast. Naar afhang van ons bewustzijn worden die mogelijkheden omgevormd tot een feit. Objective reduction noemen ze dat. Jij kan het zo ongelooflijk simpel uitleggen. Het is echt heel... Als je er jaren mee bezig bent geweest, het heeft me ook veel tijd gekost. Maar het is, ja, maar het gemak waarmee jij dit even schetst. Ik ben een beta. Ik bedoel, ik zou eerst fysica gaan studeren. Toen werd het geneeskunde, toen werd het cardiologie, wat ook veel fysica is. Ik ben een beta. En ik vind dit soort dingen heel boeiend. Maar ik begrijp ze niet allemaal. Nee. Ik vind dit ook heel boeiend. Want ik zeg, ik ben al 15 jaar dit aan het lezen. Cursussen volgen. Podcast. Maar goed, het is, er zijn er niet veel die dat met zoveel gemak kunnen neerzetten. Weet je, ik zeg ook een wetenschap. Mijn definitie van wetenschap is vragen stellen met een open geest. Ja. En vergeet wat je hebt geleerd. Vergeet die dogma's. Want anders blijf je in die tunnelvisie hangen. En dat is het grote probleem met de hele materialistische wetenschappers. Gebaseerd op angst durven ze niet verder te kijken. Want straks hebben ze het helemaal fout gehad. En ik begrijp dat. Die angst en onzekerheid. Dus ze zullen er nooit mee meegaan. Ik ken wel hoogleraar die zeggen tegen mij persoonlijk, misschien heb je wel gelijk. Officieel zeggen, wat een onzin. Tot ze gepensioneerd zijn. En dan zeggen ze, het kon wel zijn dat ik het altijd fout heb gezegd. Dus je positie op de universiteit, je research geld, verlies je. Als je niet houdt aan wat er in de materialistische wetenschap wordt gesteld. Maar nou blijven ze maar zoeken naar de hersenen waar het bewustzijn zit.
ze zullen dat niet vinden. Nee. Maar er komt dus ook, zeg maar, toch na kwantum niet ook meer een doorbraak. Dus het lijkt ook alsof we dus vastzitten. Dus dat we, dat we dit toch moeten gaan accepteren of integreren. Anders lijken we ook niet verder te kunnen komen. Kwantumfysica heeft 80 jaar geduurd voordat het werd geaccepteerd. De non-dualiteit van bewustzijn, het bewustzijn buiten tijd en ruimte bestaat los van ons lichaam, is pas tientallen jaren bekend, dat concept. En ik zeg altijd, er is een tijdschrift over bewustzijn, Journal of Consciousness Studies, en 15 jaar geleden was 70% gebaseerd op materialistische benadering. Tegenwoordig is het 30-40% materialistische benadering en postmaterialistische benadering, dat bewustzijn fundamenteel is, komt steeds meer in de literatuur ook. Maar de editorial board van bekende peer-reviewed tijdschriften zijn vaak ouderwetse materialistische wetenschappers die ook publicaties tegenhouden. Die zeggen, dat komt niet in mijn tijdschrift. Nee, oké. Okay, maar die oude Rod Penrose, die staat hier best voor open. Die staat er ook, samen met Stuart Hameroff. Maar dat is een uitzondering dus. Maar dat is een boeiende man. Ik heb hem een paar keer ook gehoord. Heel boeiende man. Ja? Heb jij hem ontmoet? Ja, een paar keer. Towards the Science of Consciousness Conference in Tucson. Daar ben ik wel een paar keer een lezing ook gegeven. Samen met Stuart Hameroff. Maar David Bohm heeft het ook al geweten. Ik bedoel, de discussies met hem, ik zal het zo zeggen. De theosoof, doet er niks toe. Maar die was ook bezig vanuit zijn fysica, bezig met bewustzijn. En dat het buiten... Tijd en ruimte. Ja. Non-lokaal. Ja. Intrinsic world. Zo, het is bekend. En er zijn wetenschappers die altijd vooruit hebben gelopen. Ook kwantumfysici hebben vooruit gelopen. En hebben stukken geschreven over what is life bijvoorbeeld. En dan gingen ze ook ver in het bewustzijn door. En dat was de 40er jaren en 30er jaren. Ja, dus het is maar het kost tijd. En ik ben positief en optimistisch. Het gaat veranderen. De jonge generatie neemt het over. Ja, nou laten we afsluiten met von Neumann. Dat is ook in 2, 4, 5 woorden. Een beetje toch samenvatting. Ons bewustzijn creëert de werkelijkheid. Ja. Ja, daar ben ik het dus mee eens. Het is dus een subjectieve werkelijkheid. Jouw werkelijkheid is anders dan de mijne. Maar wij creëren de fysieke wereld zoals we die waarnemen. En dat is een totale ommezwaai van wat er door de meeste mensen in de wetenschap nu wordt gedacht. Of geloofd. Het is eigenlijk het is een geloof. Materialistisch, ja. Materialisme is een geloof. En nooit bewezen aanname. En ik denk dat veranderd is. Ja. Pim, ontzettend bedankt. Dat je hier nog een keer wilde komen en dat je zoveel mensen inspireert. Zo dapper bent om dit wel op de kaart te zetten. Niks met dapperheid te maken. Nou ja, ik doe niks met dapperheid te maken. Wat jij zelf toch ook zegt. Het is een taaie wereld, de wetenschap. Met toch best wel een soort eenvormige manier van denken. Dus je moet toch wel durven om... Je gaat gewoon je eigen weg. Je volgt je eigen hart, je volgt je eigen nieuwsgierigheid. En dan doet er niks toe wat andere mensen denken. Ik denk dat dat een hele mooie manier van leven is. Dank daarvoor. Graag gedaan.